Welkom koeklovers. Mijn naam is Ronald Langman, van eigenaar en chef van de Ambachtelijke Cateraar. En toekomstig restauranteigenaar van Brasserie Marie. Wat wij vandaag voor jullie gaan maken is een voorgerecht met verse tonijn, ponzu, furikaken en sesam dashi. Wat hebben wij nodig voor dit gerecht? Uiteraard een mooie verse tonijn, mooi van kleur. Daar gaan we straks sashimi van snijden. Furikaken specerijen van Cavador Exclusives uiteraard. Er zit mooi wat wasabi door, wat sesam, wat zeewier. Om het tonijn wat zout mee te geven hebben we een mooie fleur de sel uit Madagaskar. Daarbij gebruiken we een mooie ponzu. Ponzu is een mooie dressing op basis van soja en yuzu. Yuzu is een hele mooie frisse citrusvrucht. En daarbij hebben we natuurlijk een fantastische mooie bijpassende wijn die wij op het einde gaan proeven. En we hebben sesam dashi zaadjes. Naast alle mooie specerijen en de verse tonijn die we gaan gebruiken, gaan we ook nog een mooi Hollands product gebruiken. Dus de mooie zoete witte ui. Die gaan we straks blancheren en dan gaan we hem verder bereiden straks in het gerecht. We beginnen met het gerecht met de zoete witte ui. Wat gaan we hiermee doen? Ik ga eerst de ui even schoonmaken. Ik snijd het kontje, snijden we even eraf. Dan leg ik de ui op zijn kont. En dan gaat hij één keer door midden. Nu gaan we de ui schoonmaken. En eigenlijk wat we straks willen is dat we mooie kleine lamelletjes krijgen van de ui. Deze gaat straks weg. Dat is het afval. Dus eigenlijk we hebben hier hele kleine laagjes van de ui. En die gaan we gewoon met de hand, gaan we die heel voorzichtig, gaan we de lamelletjes van de ui eraf halen. Eén voor één. Dus ik heb nu een halve ui gebruikt. Dat is voor één gerecht straks is dit ruim voldoende. De andere ui kun je nog eventueel voor de volgende dag even snipperen. Als je nog een lekkere pasta maakt of een ander leuk gerecht. Eén gerecht, hoeveel tonijn gebruik je dan? Gebruik ongeveer 4 stukjes tonijn. Alright. Dus we hebben nu de lamellen hebben we schoon. Die gaan we dus nog één keer doorsnijden. Anders is het een te grote lamel straks voor het gerecht. Wat je ook eventueel kan gebruiken zijn de kleinere varianten van de zoete witte ui. Dat zijn echt de kleine mini-uitjes zijn dat. We gaan nu gewoon even de normale zoete ui gebruiken. Of de Cévennes ui wordt het ook wel eens genoemd. Die gaan we gewoon één keer doorsnijden. En je ziet het, je krijgt hele mooie lamelletjes van die ui. Ondertussen heb ik een pannetje met kokend water opgezet. Dus de bedoeling dat we deze uitjes gaan blancheren. Blancheren is eigenlijk het koken van groentes of van andere producten. Dan gaan we ongeveer 2 à 3 minuutjes gaan we dus de uitjes blancheren in kokend water. De uitjes zijn nu 2 à 3 minuten geblancheerd. Ik heb ondertussen een zeefje gepakt, dus we gaan de uitjes gaan we afgieten. Dus we pakken het hete pannetje. Nou, we gieten als het ware gewoon de uitjes op het zeefje leggen. En dan gaan we met koud water gaan we de uitjes afspoelen. En gaat ongeveer 2 à 3 minuten ook koud spoelen. Zodat we straks een mooie, koude, zoete, witte ui hebben. De volgende handeling die we gaan doen. We gaan aan de slag met de verse tonijn. Hoe herken je de verse tonijn? Wat een mooie kwaliteit is. Ik heb hier een mooie moot. Heb ik mooi gewoon gevraagd bij de visboer. Dan heb je een mooi stuk verse tonijn die iets meer vet heeft dan het normale tonijn die je ziet. Dan gaan we eigenlijk een mooie dunne sashimi van snijden. Zodat je ze mooie dunne plakjes krijgt. En voor één gerecht hebben we ongeveer 4 à 5 stukjes van het tonijn hebben we nodig. Ik snij voor nu snij ik even 5 plakjes af. Dus we gaan hem eerst even zouten. En dan gebruiken we een klein beetje zout die we over de tonijn gaan. Zo op deze manier. Niet te veel. Maar waarom gebruik ik dit mooie fleur de sel uit Madagaskar? Het heeft een mooie bite. Ondertussen heb ik de sesam furikaken. Heb ik dus klaargelegd. Deze mooie specerij is uiteraard verkrijgbaar in de webshop van Cavador. Hier gaan we de tonijn mee marineren. Dus wat gaan we doen? We pakken een stukje tonijn. Die gaan we dus
Mag best wel een lekker laagje omheen zitten. Krijgt een mooie crunch krijgt hij ervan. Ik gebruik er dus 5 stukjes. En uiteraard is dit specerijmengsel niet alleen voor tonijn goed gebruikbaar, maar ook voor mooi vlees, mooie rauwe bereidingen vooral. Dus het is echt een Japans specerij. Oké, we gaan nu het gerecht helemaal afmaken. Wat ik altijd mooi vind, ik kijk altijd even naar de kleuren van wat we gaan gebruiken. Dus mooie zwarte ponzu, wat bruine sesam. En we hebben natuurlijk de mooie rode tonijn, die hebben we natuurlijk gemarineerd in de furikake. Daarbij pakken we een mooi wit bord. Dus we beginnen met de verse tonijn. En die leggen we mooi op het bord, strak achter elkaar. Dus we hebben nu de mooie stukjes tonijn op het bord gelegd. Dan gaan we voor de extra crunch gaan we nog afmaken met sesam dashi specerij. Je ziet dat we best wel een mooi laagje aan de bovenkant hebben neergelegd. Dus de volgende stap die we nu gaan doen, dus we hebben de sesam dashi furikake dus gebruikt. Dan hebben we een mooi laagje crunch overheen gebruikt. Dan hebben we net de zoete uitjes. En die gaan we verdelen. De volgende stap, we hebben de ponzu. Wat ik al eerder vertelde, ponzu is een mooie dressing op basis van soja en yuzu. Yuzu is een hele mooie frisse citrusvrucht. Vooral in Azië wordt het heel veel gemaakt. Dus die gaan we dus eigenlijk over de zoete ui. Zodat die een beetje in de lamelletjes valt. Dus we hebben nu eigenlijk een beetje de lamelletjes gevuld, zoals je kan zien. Deze is mooi gevuld. Dan gaan we eigenlijk als laatste gaan we nog een beetje tussen de tonijn. Ook nog een beetje ponzu serveren. Uiteindelijk heb je een super mooi gerecht. Veel umami smaken, verse vis, een Hollands uitje en een mooie crunch van alle specerijen die we hebben gebruikt. Verse tonijn met ponzu, sesam dashi furikake en daarbij een zoete witte ui. Bij dit overheerlijke gerecht, tonijn, bonita furikake en sesam dashi van Ronald Langman, adviseer ik deze wijn. De rosé haal ik uit het kleine dorpje Vidoban uit de buurt van Aix-en-Provence, de Provence. Senso en Grenache Noir geven deze overheerlijke wijn wat aroma zoals roze grapefruit en wat frisse rode bes. Ja, het valt weer meer uit. Zeker weten, Daniel. Ik heb net ook even geroken. Ik denk dat het geheel is echt heel mooi bij dit gerecht die we hebben gemaakt. Ik haal ook wat tinten van aardbeien haal ik eruit. Wat denk ik ook heel mooi is bij de smaken die we hebben verwerkt. Niet te veel aardbeien, maar ja, toch best wel als je hem achter in de mond hebt, dan proef je echt wel een beetje dat lichte aardbeien toets. De smaken die we dus in het gerecht hebben verwerkt zijn heel veel Japanse smaken. Nou, Japanse smaken zijn vaak heel hartig. Sesam dashi hebben we gebruikt. Dus een wat harder gesmaakt met ook een licht zoetje. Daartegenover hebben we dus deze fantastische rosé. Fris, dat is denk ik een hele mooie tegenhanger van het geheel. En als ik dan ook nog even naar de vis kijk, de verse tonijn die we hebben gebruikt, is wat vetter van structuur. Ja, en dat past ook super mooi bij deze rosé. Dus ik denk een hele mooie match om dit een keer ook lekker te proeven met elkaar. En ik zou sowieso deze wijn gewoon lekker bestellen. En, ik had het echt niet beter kunnen omschrijven. Dat is het. Dankjewel. Dankjewel. Een mooie slok op. Proost. Cheers. Bedankt voor het kijken. Volg ons op YouTube of op een van onze social media kanalen. Tot de volgende keer.